Ja, hier moet het dan zijn. Oh, ik dacht een royale Schouwburg, koninklijke Schouwburg. Nou ja, Paul van Vliet, die geeft een persconferentie. Dan ga ik nu naar binnen, kijken wat dat oplevert. Ja, hallo. Paul van Vliet voor jullie. Dat is tijdelijk. Dat is tijdelijk. We kunnen van de ene Paul overspringen op de andere. Dit is Paul Steenberg voor jullie, Paul van Vliet voor jullie. Dat is maar tijdelijk. Hartelijk welkom, Paul. Ik liep vanochtend over het strand samen met mijn vrouw. En toen dacht ik, dit moet zo wezen. Want dit is. Toen kwam er namelijk bij boven een foto die ik gezien heb van jou, een oude foto volgens mij. Waarin jij peinzend of mijmerend is een beter woord, over het strand loopt. En dan zie je zo'n beetje die gedachten van jou over Den Haag en over de zee en over de wijsheid van het leven enzovoort. Zie je op die foto omhoog komen op een of andere manier. En toen jij maanden geleden met dat idee opkwam om die creatieve onrust die er nog maar steeds in je is, die je in die polder niet helemaal kwijt kan, om daar toch weer iets mee te gaan doen. Toen dacht ik, we spreiden mijn armen wijd uit en dacht van nou, dit is een godsgeschenk. Geweldig dat dat gaat gebeuren. Dag dames en heren, ik zit hier in de Royale Schouwburg, of de Koninklijke Schouwburg. En ik zit naast een van mijn grote idolen en dat is Paul van Vliet. Hallo Paul. Hallo. Hallo. Zeg, ik vind het zo te gek dat jij weer gaat beginnen. Hoe is dat zo gekomen? Want jij was toch weg de hele tijd? Nou, ik heb nooit officieel afscheid genomen, maar ik heb afscheid genomen van de grote show. Met vijf muzikanten, vijf technici, een hele grote vrachtwagen, kriskras door Nederland iedere dag. Okay. Daar had ik geen zin meer in. Ik wil wel nog blijven spelen, want dat vind ik het leukste wat er is. En ik ben ook blijven spelen. Maar wat minder en intiemer. En... Nou, eens even. Je hebt dus al die jaren wel gespeeld in het land. Ja, maar specials. Speciale gelegenheden. Opening van het seizoen in Rijswijk. Okay. 50 jaar bestaan van de Schouwburg Nijmegen. Ja, ja. Volgende week speel ik in Zoetermeren. 20 jaar bestaan. Okay. Eind van het seizoen in Doetinchem. Okay. Nieuwe Schouwburg in Horen. Zo heb ik... speciale voorstellingen gegeven met mijn eigen show. En dat ben ik blijven doen. Ja, ja. En... Maar je bent dus in 76 ben je weggegaan. Ben je naar de polder gegaan met je vrouw. En zat je in een boerderij of zo? Ja, oude boerderij uit 1780. Zo. Helemaal in de eenzaamheid van het groene land. Heb je hem wel opgeknapt? Want het lekt als een gek natuurlijk. Hij was al gerestaureerd toen we kwamen. Oh, ja, ja. En hij staat nu leeg. Want we moeten hem nog verkopen. Dus ik ga hem nu opnieuw weer opknappen. Er zijn nu... Net vandaag zijn er schilders ingekropen om het voor de verkoop wat gelikter te maken. Paul, dat jij die zo mooi, je bent een zoon, een kind van Den Haag, je bent een tijdje vreemd gegaan, je bent vandaag weer teruggekomen, je wordt met open armen door de stad weer ontvangen en ook door deze schouwburg, het moedertje van de Nederlandse schouwburg, om het zo maar te zeggen. En, dat vinden wij heerlijk. Ik ben 36 jaar weg geweest, dames en heren. Het werd mij een beetje te vertrouwd, 36 jaar geleden in Den Haag. Ik kende de helft van de taxichauffeurs en trambestuurders bij hun voornaam. Al mijn vrienden woonden hier, mijn ouders en de ouders van mijn vrienden waren in Aanstoop gaan zitten aan de Wassenaarseweg in een verzorgingsflat. Ik was hier geboren en getogen en ik dacht, ik moet maar eens het Bijbelse gebod opvolgen. Gij zult het huis van vaders, een moeder verlaten en een vreemde vrouw aanhangen. En ik ben vertrokken naar het Midden-Nederland, omdat ik vandaar ook uit de rest van Nederland wat makkelijker kon bereiken. Oké, je hebt dus eigenlijk, ik zal maar kort gezegd zeggen, je bent op de snappeltour geweest 25 jaar lang en ben weer teruggekomen in Den Haag. Want ja, je wil de cirkel rondmaken, neem ik aan. Ja, ik ben niet 25 jaar op de snappeltour geweest hoor. Vanaf
2004. En je mag het eigenlijk ook niet de snabbel doen, maar ik begrijp het. Je begrijpt wat ik bedoel. Jawel. De specials. De specials. En natuurlijk zijn we uiteindelijk allemaal op de snabbel toe. Maar ik wil weer terug naar de stad. Maar was het nou zo, Paul, dat jij dacht van, nou, ik ben hier geboren. Ik wil hier ook sterven uiteindelijk. Ja. Dat heb ik altijd gedacht en ook altijd gevoeld. Als ik oud word, dan wil ik terug naar mijn eigen stad en ik wil hier ook eindigen. En ik wil ook nooit meer een verhuizing meemaken. Ik heb het net achter de rug. Vind je dat erg? Maar ik had ook zoveel, joh. Ik heb 36 jaar gewoond op die boerderij. Ja. Het heeft zich opgehoopt en we hadden een hele grote zolder waar iedereen ook alles dumpte. Dus, dus daar moet je allemaal vanaf. Hè. En ook het archief van mijn vak, het is nu veilig opgeborgen. Het gemeentearchief van Den Haag, heerlijk. Langzaam begon het verlangen om terug te keren naar Den Haag. Ik denk dat je wat ouder wordt, dat je terug moet tussen de mensen. Dat je niet in die eenzaamheid van die polder, die toch behoorlijk saai kan zijn. En die prettig is, als je een heel druk leven hebt, dan gooi je de deur achter je dicht en dan ben je weg van de wereld. Maar als je ouder wordt, ja, dan vind ik, dan moet je terug tussen de mensen. Want ik heb ook altijd mijn inspiratie gehaald uit de mensen en uit deze stad. En vorige week donderdag hebben wij, Liederwijn, voor het eerst in ons huis, ons oude huis aan de gracht, het Smitswaterduin, geslapen. Ik heb geen oog dicht gedaan, omdat ik toch opgewonden was van het vertrek en al het nieuwe. En vrijdagmorgen kwam de verhuiswagen voorrijden en die hebben alles neergezet. En gedurende die vrijdag groeide het huis zoals we het ons hadden voorgesteld. En we voelden het thuis en was ik ontzettend blij dat ik het terug was. Jij gaat hier dus vanaf 23 september ga je weer optreden. Nou, ik zal erbij zijn natuurlijk. Je hebt al een beetje natuurlijk, maar dat weten de mensen niet. Dat was net hiervoor, maar u bent nu hier, nu, aan het kijken. Dus dat was in de persconferentie. Toen zei je al van, nou, ik ga dingen doen over Den Haag, maar niet te veel oude dingen van vroeger. Nee, geen oude koek. Je moet jezelf geen kroephoek. Geen kroephoek, geen boer meer, geen Major Kees meer. Maar wel Charles van Tetterlo, want die is net zo oud als ik en die kan nog mee. Maar dat is een neef dan zeker? Ja, dat is een neef. En Bram ook niet meer. Want die zijn achtergehaald. Dat was toen leuk. En dat klopt niet meer als ik dat nu zou doen. Dus je moet wel bij je leeftijd blijven. En ook een type is niet voor niks ontstaan in een bepaalde tijd. En dan moet je niet proberen om die tijd op te rekken tot in het oneindige. Dat is stom. Ja, maar wat ik me afvroeg, ga je daar ook in op de actualiteit? Of ga je gewoon een one-man show doen en steeds hetzelfde? Dus iedere keer anderhalf uur voor het Haagse publiek in de Royale Schouwburg? Of ga je toch steeds dingen veranderen? Ik verander altijd wel wat. Ook om het voor mezelf leuk te houden, dat ik actuele dingetjes erin vlecht. Maar in principe is de basis van het programma gelijk iedere zondag. Ja. Maar ik vind het wel leuk om als er iets gebeurt om daarop in te haken. Ja, want dat doen de cabaretiers vaak tegenwoordig. Ja. Hè? Heel actueel. Hè? Ik heb wel eens gehoord van het actueelste is extra punten. Ja, en ook het makkelijkste, hè? Laat ik dat daarbij zeggen. Als je de actualiteit gebruikt, zijn twee dingen die makkelijk zijn in het cabaret. Dat zijn scabreuze, seksuele grappen en de actualiteit. Dat scoort meteen. Maar ja, Wim Kan was toch wel een grote. En dat was toch heel actueel met de politiek? Ja, Kan kon dat als geen ander. Die keek nog het grote 8-uur-journaal en had dat soms nog in zijn programma. En Cote & Bie konden dat fenomenaal. Ik ben niet zo'n man die echt op de actualiteit hangt. Ik zoek het meer in het tijdloze, dingen die langer meegaan. Dat vind ik toch iets. Wat vind je zelf nou? Een acteur, een muzikale clown, een cabaretier, een kleinkunstenaar, een acteur? Eigenlijk waar alles wat jij noemt. Okay. Ik ben natuurlijk een veelkantig persoon. Je bent veelzijdig mens. Als je goed met me meent, zeg je de man is veelzijdig. Als je het slecht met me meent, zeg je hij is versnipperd. Heb ik altijd moeten horen. Jij moet eens een keer leren kiezen, jongen. Maar ik heb het in mijn vak gelukkig, die versnipperdheid, goed kunnen gebruiken. Want ik vind het ook leuk om het vak veelzijdig uit te oefenen. Hè? Dat je zowel gekke de verhalen vertelt, komische types, liedjes zingt, mooie dingen zegt. Dingen waar de mensen een beetje over na moeten denken, absurde dingen. Ik vind het het leukste om het veelzijdig te oefenen. En dat is ook mijn bezwaar een beetje tegen de nieuwe generatie van alle stand-up comedians. Ja, die 13 in het dozijn. Ja, en allemaal dezelfde grappen en dezelfde soort grappen. Hard. En dezelfde manier van delivery, zoals de Amerikanen zeggen. De manier van doen lijkt op elkaar. Ik zei, jongens, gaat het een beetje ruimer zien. Er is zoveel meer te beleven in het theater. Op mijn leeftijd wel een heel mooi en kostbaar geschenk dat je toch weer opnieuw kan beginnen. Dat is, heel bijzonder. Het programma begint met de volgende tekst. We zijn een lange weg gegaan. We hebben liever een leed gedeeld. En op die lange weg zijn we nog altijd samen. Ik heb in deze stad een leven lang gespeeld. Seizoenen gingen en seizoenen kwamen. De toekomst is wat korter dan toen ik hier ooit begon.
En het afscheid is wat dichterbij gekomen. Maar ik schrijf en speel nog altijd uit dezelfde bron. En ik heb nog een paar hele mooie dromen. En of dat er nog in zit, of dat er ooit van komt, daarover hangt een levensrood misschien. En daarom is het prettig dat ik één ding zeker weet. En dat is, ben blij weer te zien. En daarna zing ik. Ik ben weer eens opnieuw begonnen. Na een tijdje de loot aan de kant. Ik heb weer eens wat nieuws gezongen. Na veel gelummel en gelantervand. Want ze zei, ga jij nou lekker niks doen. Je hebt je leven lang genoeg gewerkt. Ga jij dan van je vrije tijd genieten. En dat heb ik dus gedaan. Maar ongemerkt ging me dat onnoemelijk vervelen. En ik had het met die vrije tijd gehad. En ik dacht, weet je wat, ik ga weer spelen. Op zondagmiddag in mijn eigen stad. Er loopt een optocht door de tijd, van de schepping tot de eeuwigheid. En die optocht komt, en dat is gek, steeds weer langs dezelfde plek. En wij lopen mee met het misverstand, alleen en soms in groepsverband, op zoek naar de beloofde noot, in de optocht door de tijd. En dan begint het programma eigenlijk, en dan begin ik met een brief die ik heb gekregen van iemand, die in de krant heeft gelezen dat ik weer ga spelen en die mij allerlei suggesties doet. En hij schrijft ook graag hier op vliegende krant las ik dat u weer een programma gaat doen, dat is dan niet mee van wat uw leeftijd. En daarom bij deze een aantal ideeën die ik u heb. Ik zou zeggen, vrolijk beginnen. Als het doek opgaat, staat er op toneel een doodskist. Muziek misschien te spelen en tot ieders verrassing komt hij daar voor en dan doet hij allerlei waanzinnige suggesties die ik uiteraard niet kan gebruiken, maar die wel voor mijn gevoel komisch zijn. Wat vind je zelf nou het leukste? Een typetje doen, een liedje zingen of een sketch? Ik vind het mooiste... Schrijven misschien? Schrijven is toch wel vaak afzien, hè? Als het hard werken, schrijven. Behalve als het heel erg goed gaat, dan is het... Als je pen bijna je gedachten niet bij kunnen houden, dan is het het leukst. Maar wat ik de mooiste nummers vind, is eigenlijk de mengeling van humor en ernst. Dat de humor ook zeg maar, een tragische kant heeft. Omdat het leven zo is. En jij en ik ook zo zijn. We hebben een blije kant en we hebben een zwarte kant. Een melancholische kant. Ja, een melancholische kant. En ik vind het het mooiste om die twee kanten van het leven en van de mensen te laten zien. Ja, daar ben jij een meester in als geen ander, vind ik zelf. Nou, ik hoop dat, want dat is een beetje de basis van waaruit ik leef en denk en schrijf. Zo ontrolt het programma zich anderhalf uur. En dan vind ik het leuk dat het idee post heeft gevat en dat het ook doorgaat dat we na de voorstelling nog bij elkaar kunnen blijven. Dat het niet alleen bij de voorstelling is, maar dat je daarna nog iets samen hebt en dat het een complete zondag in Den Haag wordt. Ik kwam hier net binnen en dacht, goh, daar komt binnen de vrouw van een van mijn beste vrienden met haar moeder. En zij blijken de winnaars te zijn van, en dat ga jij nu onthullen. En je gaat het ze geven. Ongelooflijk, je bent de eerste bezoeker. Ja. Van een nieuwe programma. Ja, en daarvoor bloemen. Die waarschijnlijk niet tot 23 september goed zullen blijven, maar wel de herinnering aan deze dag. En alsjeblieft, meer dan welkom. En ik hoop dat je wel geniet van de show. Absoluut. Dankjewel. Dag. Mag ik nu samen komen? Niks mee. Grote verrassing krijg je van mij dan. Ik ja. Nee, hou maar vast. Die doe maar zo. Niet je dagelijkse werk, nee, maar van ons wel. Ja. Jij krijgt het allereerste ticket. Ah. Zie je dat je het kan? Iedereen kan toneel spelen, alsjeblieft. Dankjewel. Oké, Paul, ik wens jou heel veel succes toe. Ik geef je een hand. Anders. En Ik wou eigenlijk nog een handtekening vragen. Ik weet niet of dat op de camera mag, maar mag dat zo? Ja. Oké, dankjewel. Paul van Vliet. Dag. Terecht. Ja, ja. Zo. Oh. Even de deur dicht doen. Ja, beste mensen. Ja, het staat terecht. Ik,
heb net de interview gehad met Paul van Vliet. En dat was een leuk interview, maar het belangrijkste... Ik heb zijn handtekening. Hey, doei.